Marwane. Je scoort de 2-0. Ontlading. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat we in de tweede helft veel vaker voor de goal zijn gekomen. Ik denk dat we... Ja, het ontbrak hem echt aan in de eindfase. En gelukkig kan ik nog die bevrijdende 2-0 maken. Dan voetbal je nog wat lekkerder. En gelukkig heb ik die mogen maken. Was je even over de pijn heen? Ja, klopt. Ik denk een minuut of twee voor kreeg ik hem van Jim Hulleman mee. Ik neem hem aan en het schiet in allebei de kuiten, de kramp. Dus ik neem aan en hij komt bijna niet meer. Ik zag die keeper ook dicht op me komen. Ik dacht even, hoe ga ik dit oplossen? En daarna kwam die bal weer diep op Bradley. Had ik nog even in mijn achterhoofd van, het zal toch niet? Maar gelukkig zit ik hem dit keer wel gewoon gelijk direct strak binnen. Goed, als we de hele wedstrijd kijken, de overwinning is terecht, daar gaat het niet om. Maar het was wel erg slordig. Ja, ik bedoel, in de eerste helft hebben we gehamerd in de rust. Ik bedoel, in de eerste helft zag je echt dat we veel de bal hebben. En dat we gewoon te slordig waren, gewoon te veel verkeerde passes. Heel slordig, dat hebben we proberen in de tweede helft recht te zetten door middel van een paar tactische wissels. Ik moet zeggen dat het toen beter liep. Het was niet top of zo, maar ik denk gewoon dat het na de rust wel beter ging. En je ziet, aangezien de kansverhoudingen, zie je gewoon dat wij bijna, volgens mij hebben we maar één kans tegengekregen. Dat was ook een halve kans, niet eens een 100% kans of iets. Dus ik denk al met al, afdedigend gezien was het top, alleen aan de bal mag het wel stukken beter. Ja. Waar zit hem dat dan in? Ja, dat is een moeilijke vraag zo kort na de wedstrijd. Ik denk, je hebt van de clichés natuurlijk, scherpte, et cetera's. Maar het is moeilijk om daar nu een oordeel aan te vellen. Ik denk wel of jullie een beetje meegingen in hun spel, want zij waren ook heel erg onzorgvuldig. Drie keer overpassen was al heel lastig leek. Ja, klopt. Ik denk dat het van beide kanten heel slordig was. Maar wat ik zeg, dit soort wedstrijden moet je gewoon over de streep trekken. Al is het met slecht voetbal, hier moet je gewoon met drie punten weer vandoor gaan. Dus dat is het belangrijkste en gelukkig hebben we dat gedaan. Want als je slecht voetbalt en je bent even goed, dan heb je het nergens meer over, toch? Nee, precies. Dat is het. Zo is het. Goed, jullie staan nu tweede. Harkema is wel een stukje los. Die krijg je over een paar weken. Zie je al uit naar het duel? Ja, zeker. Het liefst speel ik alleen maar tegen goede tegenstanders. Dat zijn de wedstrijden waarvoor je het uiteindelijk doet. En ik denk, als wij ons spel laten spelen, kunnen wij iedereen deze competitie aan. Ben je van overtuigd? Ja, zeker. 100%.